De eerste wedstrijd dus in de groepsfase is van cruciaal belang. Een verloren eerste wedstrijd geeft zo'n achterstand ten opzichte van de rest van de groep. Ben je daarmee eens, Jury? Ja, je moet natuurlijk uitkijken dat je de eerste wedstrijd niet verliest. En proberen om zo weinig mogelijk fouten te maken. We gaan zo kijken naar een boeiende confrontatie. De dames van Nederland nemen het op tegen... Spelen tegen de nationale damesploeg van Canada. Nederland begint met deze elf. Deze trainer heeft gekozen voor 4-3-3. En een belangrijke rol lijkt mij weggelegd voor de buitenspelers, toch? Ja, een belangrijke rol voor de buitenspelers, maar natuurlijk ook voor de rest van het team. Zij moeten die buitenspelers in 1 tegen 1 zien te krijgen door goed positiespel. Dit is vandaag de basisopstelling van de nationale vrouwenploeg van Canada. Het elftal speelt vandaag met een 4-3-3 systeem. Is een opstelling met drie middenvelders niet al te kwetsbaar? Nee, dat niet. Le Kempi Sorike! Het eerste doelpunt van deze wedstrijd is een feit. En daar hebben we niet langer moeten wachten. Hoe zal de tegenstander moeten komen, Evert? Schitterende kopbal. Ja, geweldig. Die hou je niet tegen. Laten we die goal nog maar eens bekijken. En dat was het eerste doelpunt van de wedstrijd. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Dat ziet er goed uit. Hoekschop, de bal werd nog aangeraakt door de verdediger. Ziet er gevaarlijk uit. Corner voor Nederland. Alle hens aan dek in de achterhoede. Dat was gruwelijk mooi. Die zit erin. Ja, daar waren ze totaal niet bij de les. Eerst zelf scoren en dan meteen een tegendoelpunt om de oren krijgen. Duidelijk een gebrek aan concentratie. Prima goal, goed gedaan. Ze is haar verdedigster te slim af en kan de bal zo tegen de touwen trappen. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. Alicia Chapman. Absoluut goed gekozen. De Kemi Sorike. Ze glipt langs de verdedigster. Meer dan een doeltrap weet de ploeg er niet uit te halen. Die bal is voor de tegenstander. Haar teamgenoten komt helpen. De tackle was goed, maar levert geen balbezit op helaas. Lieke Martens. Die bal is een prooi voor de tegenstander. En een paas naar de vleugel. Er liggen mogelijkheden hoor in de omschakeling. Die drijft de bal op. Komt hier een kans aan. Paniek achterin. De verdediging heeft moeite die bal weg te krijgen. Jackie Groenen. Alicia Chapman. Goed idee zo over de flank. De Kemi Sorike. Diana Madison. Sophie Schmid. Het was weliswaar net op het randje, maar ik zag er geen buitenspel in. Hier vandaan althans. Daniela van der Donk. Daar zit de tegenstander tussen. Mogelijk een goede kans hier. Diana Madison. Goeie ingreep door de keeper, hoewel de bal nog in het spel is. Een goede tackle en de bal is los. De
Desiree Scott. Ze slaagt erin die paas eruit te halen. De ruimte voor een counter is er. Spelen ze dit uit? Vrije trap voor Nederland. Daniela van der Donk. Adriana Leon. Sophie Schmid. Wie weet levert dit een kans op. De bal komt diep, maar de tegenstander weet de bal toch weg te werken. Diana Mendelssohn. Ik denk niet dat dit de bedoeling was, Jori. Het lijkt wel een vuurpijl. Ja, hij komt niet eens op het doel, Evert. Desiree van Lunteren. Dat was een ongelukkige overtreding, zullen we maar zeggen. Kan een kaart worden. Dat is geel. Die sliding was niet volgens de regels. Terecht gefloten. Ze gaat voor de bal met die sliding, maar tuint hem net verkeerd. Jackie Groenen. Prima paas, mooi opgepakt. Het is lopen met de bal en de blik vooruit. De tegenstander weet de paas eruit te halen. Een schot. Oh, wat zonde zeg. Als je zo'n bal krijgt, moet je hem wel voor raken. Dit stelt niks voor. De Kemmies Ulrike. Maakt. Dat was een opmerkelijk incident, zullen we maar zeggen. Kan tot een kaart leiden. Een afstandsschot, niet al te lastig voor de doelvrouw. Ze weet die paas te onderscheppen. Daar liggen countermogelijkheden. De bal wordt in het straf. De bal is de spelbreker. Doelpunt! Daar deden ze toch net een tikkie uit hoor aan de tegenstander die nu een achterstand ongedaan moet zien te maken. Ja, dat zal een flink karwei worden, maar het verschil is maar één doelpunt. Een vloeiende aanval over de flank. Perfect afgerond door een doelpunt te maken. Ja, die twee weten elkaar goed te vinden. En een fluwele traptechniek. Sophie Schmid. Alicia Chapman. Oh, dat is mooi over de vleugel gepaast. Bal midden voor het doel. Goed naar de zijkant getikt die bal. Ze rent op de bal af en zet haar voeten tegen. Knap ingegrepen inworp. Lieke Martens. Desiree Scott. Oh, dit kan een kans worden. Die bal is een prooi voor de tegenstander. De scheidsrechter legt het spel niet stil, maar geeft voordeel. En dat is vaak goed voor de wedstrijd. Ja, ik zie dat graag, Evert, want het blijft vloeiend dan het spel. En dan krijg je niet steeds dat gefluit en dat steeds zo'n wedstrijd stokt en stopt. Die bal lijkt wel de juiste lengte te hebben, maar de tegenstander weet hem toch weg te werken. De bal rolt ongehinderd door. Vivianne Miedema. Doorspelen, gebaard de scheidsrechter. Vrije trap voor Nederland. Stefanie van der Gracht, Daniela van der Donk. Mogelijk een goede kans hier. De scheidsrechter fluit voor een overtreding. Gele kaart.
altijd leuk voor de keeper, zo'n rolletje. Adriana Leon. De verdediging geeft heel veel ruimte weg op de flank. Dat ziet er goed uit. Die bal is een prooi voor de keeper. Een hoekschop. Weer een kans om het verschil te niet te doen. De bal wordt in de 16 gepompt. En nu scoren. En die komt op de lat, gaat het veld weer in. Nederland mag ingooien. Stephanie van der Gracht. Jackie Groenen. Wie weet levert dit een kans op. Die pakt die bal op. En de inworp gaat naar Canada. Desiree Scott. Die ging hard. Weggewerkt door de keeper, maar de aanval gaat door. Schot gelost. Daar is opnieuw een goal. Is dit de beslissing, Jori? Wat denk jij? Je zou het al haast denken. Er zijn gekkere dingen gebeurd in het voetbal, Evert. Maar de tegenstander zal aan de bak moeten als ze hier niet met de nederlaag van het veld willen stappen. Zonder moeite van dicht bij de goal ingewerkt. Ja, die speler mocht ver komen van de verdediging. Die laat hier toch wel een flinke steek vallen. De goal vanuit een andere hoek. Die paas wat onderschept. Dit zou wel eens een kans kunnen worden. Die is ze kwijt. Uithalen zou ik zeggen. Die speler was de verdedigers helemaal kwijt en haalt uit. Maar het resulteert niet in een doelpunt. Nee. Doeltrap komt bij de tegenstander terecht. Een dubieuze tackle, maar de scheidsrechter geeft voordeel. Ja, goed gedaan van de scheids. Prima gebruik gemaakt van de voordeel. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Die bal is voor de tegenstander. Nog steeds in balbezit. Die bal is weg, maar waar komt hij terecht? Jackie Groenen. Dat was een riskante ingreep. Met een beetje pech geeft de scheidsrechter een penalty. Dat levert gevaar op zo'n schot. Ze maakt zich lang en werkt de bal open. De bal wordt in de 16 gebracht. De bal wordt naar voren gewerkt. Diana Madison. Het is rust en ik kan wel zeggen dat het toernooi heerlijk is begonnen voor deze ploeg. Ja, toch? Nou zeg, als je in de eerste helft op dit niveau al zoveel inschiet, maar dat moet toch heerlijk zijn. Het elftal speelt vandaag met... De scheidsrechter heeft het startsein voor de tweede helft gegeven. We gaan dus weer beginnen. Adriana Leon. De bal gaat over de zijlijn nadat hij is aangeraakt. Desiree Scott. Diana Madison. Wat gaat de scheidsrechter hier doen? Kaart.
Het publiek is er niet blij mee, maar de bal moest wel terug. Ze weet die paas te onderscheppen. Ja, en wat nu? Blijft het bij een vrije trap? Jackie Groenen. Mogelijk een goede kans hier. Die pakt die bal op. Vivianne Minema. Nederland scoort. Ze zijn zelfverzekerd op voorsprong gekomen. Dat lijkt toch nergens op. Nee, inderdaad, Evert. Je hebt volkomen gelijk. Haar ploeggenoten geven haar de volle laag. Dat is volkomen logisch. Wat een egoïstische actie, zeg. Daniela van der Dong. Diana Madison. De tegenstander kan de bal onderscheppen. Oh, dit kan een kans worden. En nu voorzetten, zou ik zeggen. Het is zoeken naar een oplossing. En nu scoren. Benauwde momenten daar voor het doel, hoor. Maar die bal gaat er niet in. Ja, maar dit is echt goed verdedigd, Evert. Ze proberen via de vleugel een opening te vinden. Goed verdedigend werk, maar wel een inworp voor de tegenpartij. De Kemmies, Ulrike. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. Nog steeds aan het dribbelen. Opgeruimd staat netjes, denken ze in de achterhoede. Jackie Groenen. Uithalen, zou ik zeggen. Adriana Leon. Wie weet levert dit een kans op. Bal midden voor het doel. De tegenstander heeft alle tijd om die bal aan te nemen. De doelvrouw vangt de bal en laat hem niet meer los. Lieke Martens. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Zo, ja. Het is wachten op de corner. Dat was geen slecht schot, maar die redding mag er ook zijn. De bal wordt voor het doel gebracht. Die kopbal leek in het doel te belanden, maar de keeper heeft andere plannen. Waar gaat dat heen met die bal? Terug naar je post, keeper. Mogelijk een goede kans hier. Ze krijgt hulp van een teamgenoten. De doelvrouw sluit de bal in haar armen. De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? Nou, het is van belang dat de omschakeling goed is. En de inworp gaat naar Canada. Diana Madison. Kijk nou, die keeper heeft hem. Daar komt de corner. Ze kiezen voor de lange variant. Wordt dit het begin van een nieuwe aanval? De tegenstander weet de paas eruit te halen. Er liggen mogelijkheden, hoor, in de omschakeling. Vivianne Minema. Wat een actie. Dit is dreigend. Wat een schitterende redding, Jury. Ik had hem al verteld. Ja, prima keeperswerk. Oog in oog met die tegenstander. Heel rustig gebleven. Sterk gedaan. Nederland gaat wisselen.
De corner wordt diep getrapt. Oh, 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 dat was toch een kans hoor, maar zeer matig gekopt. Dat zul jij als kopspecialist nog met me eens zijn. Ja, totaal niet goed geraakt, die bal. Slecht getimed en totaal de verkeerde richting ook meegegeven. Dat wordt een inworp voor Canada. Sophie Schmid. De Kemis, Ulrike. Oh, een schot. Ze vechten terug, het zijn doorzetters. Maar of het veel zo naar de dijk zet, ik denk het niet. De keeper kan er niet meer bij en de bal verdwijnt vlak onder de lat in het net. Wat een knal zeg, spectaculair schot. Desiré van Lunteren. Oh, dit kan een kans worden. De actie binnen door op schot gelost. Ja. Dat was een niet te missen kans, maar ze stond toch maar mooi op de juiste plek. Echt spannend zal het vandaag niet worden. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Jansen. Wie pakt die bal op? Desiré Scott. Adriana Leon. En de bal gaat terug naar de keepster. Het publiek vindt het niet leuk, maar er zat niks anders op. Ja, dit gaat goed. Redding door de keeper, de aanval loopt door. Ze slaagt erin die paas eruit te halen. Stuit op de verdediging. Als ze dit goed kunnen uitspelen, kunnen ze toeslaan op de counter. Eens kijken of deze counter resulteert in een doelpoging. Een opgelegde kans. Het doel, die bal moet erin. En dat is raak. Twee doelpunten waren blijkbaar nog niet genoeg. Ze moesten per se een hattrick van maken. Een hattrick. Dit is alweer haar derde doelpunt. Ja, en haar ploeggenoten mogen in hun handjes knijpen met zo'n trefzekere speelster. Prachtig gedaan. Deze twee teams zijn duidelijk niet van hetzelfde kaliber. Die paas wat onderschept. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. Jackie Groenen. Oei, dat is niet zo slim met al geel op zak. Als de scheidsrechter weer een kaart trekt, ja, dan wordt het rood. Tja, het kan snel gaan in het hedendaagse voetbal. Ze ging voor de bal, maar tuimde haar tackle gewoon verkeerd. Tweede gele kaart en dus wegwezen. Wegwezen inderdaad even. Scheidsrechters, gebeurt wel vaak, houden die tweede gele kaart nog wel eens wat langer op zak. Deze arbiter doet daar niet aan. Strijkt misschien, maar zeker niet onrechtvaardig. Wegwezen, tweede gele kaart. De aanvalster aait met haar voet over de bal en de keepster redt. Ze maakt het haar niet echt moeilijk, hè? Mislukt schot, jammer. We hebben nog 8 minuten. Wie weet levert dit een kans op. Wat heeft zij opeens? Die bal gaat recht naar de tegenstander. Nog een vrije trap en misschien meteen de laatste kans. Geel en niet opnieuw rood gelukkig. Voor hun gelukkig inderdaad, want anders wordt het wel erg moeilijk voor ze. Oei, ze neemt nogal een risico door er zo in te gaan. Sliding, overtreding. Ze weet die paas te onderscheppen. Christine Sinclair. De wedstrijd is bijna voorbij. Recht op het doel af. Wanneer wordt de trekker eens overgehaald? Hij zit. En met het derde doelpunt schrijft ze een hattrick op haar naam.
En dat is dan nummer 3. Ze heeft gewoon een hattrick te pakken. Ja, echt geweldig gedaan hoor, deze speelster. En dit is een fantastische beloning voor het goede spel wat ze vertoont. Beter kun je je team niet van dienst zijn. Het is einde wedstrijd voor deze speelster. Ze kan terugkijken op een prima partij, Jury. Ja, ze was natuurlijk vanaf het eerste moment in de wedstrijd heel druk bezig. En ik denk dat ze nu gewoon leeggespeeld is. Ja, want anders was ze denk ik wel blijven staan. Het einde van de wedstrijd komt in zicht en normaal gesproken is de zaak nu al beslist. Die bal weet geen medespeler te bereiken. De verdediging ruimt op. We gaan ons opmaken voor de corner. De hoekschop wordt kort genomen. En dat is wel heel ver weg. Ik denk niet dat die bal erin gaat. Misschien dat een snelle goal iets bij ze teweeg zou kunnen brengen voor het vervolg van de wedstrijd. Daniela van der Donk. De wedstrijd is bijna afgelopen, maar we krijgen nog een vrije trap. Dat is een gele kaart. Die speelster komt daar veel te hard ingegleden. Op die manier kun je iemand lelijk blesseren hoor. Terecht gefloten. Ze gaat voor de bal met die sliding, maar tuint hem net verkeerd. Daniela van der Donk. We krijgen maar liefst 4 minuten blessuretijd. Oh, dat kan een dure fout worden. Goeie knal hoor. Prachtig afstandsschot in een leeg doel. Het doel was helemaal leeg. De keeper was nergens te bekennen. Dat is makkelijk scoren. Ja, je krijgt de doelpunten niet altijd op een presenteerblaadje aangereikt. Maar dat was in dit geval wel zo. De wedstrijd is grotendeels gespeeld en het lijkt me duidelijk wie zo meteen met de winst naar huis gaat. Ze slaagt erin die paas eruit te halen. Oh, dit kan een kans worden. Een grote mogelijkheid hoor. Ja, ze is te vroeg vertrokken en staat buiten spel. Is het laatste fluitsignaal. 3 doelpunten en de wedstrijdbal voor de absolute uitblinker van vandaag. Die zal deze wedstrijd niet snel vergeten. Nee, dat denk ik ook niet. En gelukkig voor haar gaat ze ook met een overwinning van het veld. Dan krijgt zo'n prestatie toch extra glans. Nou, echt spannend kon je deze wedstrijd ook niet noemen. Ze zijn geen moment in gevaar geweest. Nee, het leek allemaal wel vanzelf te gaan vandaag.